Hallo, welkom bij een nieuwe videoles van Forberta. Ik ben Jan Willem en deze keer gaan we kijken naar het maken van kruisingsschema's binnen de biologie. Een kruisingsschema is eigenlijk een trucje om snel en makkelijk te kunnen zien wat er gebeurt bij overerving. En bij overerving hebben we eigenlijk altijd te maken met dominante en recessieve genen. En nou, ik ga het eigenlijk heel simpel doen. Stel, we hebben als dominant gen eventjes een hoofdletter A en als recessief gen een kleine letter A. Dan zijn er een paar mogelijkheden. Namelijk, de mogelijkheid 1 is dat we hebben een vader die homozygoot is en een moeder die homozygoot is. En wat betekent homozygoot? Homozygoot betekent eigenlijk dat ze in beide gevallen dezelfde genen hebben. Dus de vader die kan bijvoorbeeld als genotype hebben AA. En de moeder kan ook als genotype hebben hoofdletter A, hoofdletter A. Dus als we hier een kruisingsschema van maken, dan gaan we het volgende doen. Dan zetten we de vader horizontaal neer en de moeder die gaan we verticaal neerzetten. En dat moeten we natuurlijk wel in een schemaatje doen, anders dan schiet het niet echt op. Dus ik maak even het schema op deze manier. En dan zeiden we net, de vader die had twee keer een hoofdletter A en de moeder had ook twee keer een hoofdletter A. Nou, wat gebeurt er nu? De vader en de moeder geven allebei een half, of geven eigenlijk allebei één allel, dus geven allebei één zo'n letter aan hun kind. Dus in dit geval krijgen we, nou eigenlijk heel erg flauw, dat al die kinderen nog steeds allebei de hoofdletters A hebben. Dus allebei de dominante genen. Gaan we dit alleen nu nog een keertje doen. Alleen nu maken we de moeder homozygoot alleen niet dominant, maar we zouden zeggen dat de moeder homozygoot en recessief is. Dan krijgen we hier dus voor een aantal kleine letters A. En dan krijgen we, hup, we zetten hem er eventjes in, van de vader natuurlijk altijd een dominant gen. Maar we krijgen nu van de moeder altijd een recessief gen. En dat betekent dat alle kinderen die we eruit krijgen 100% heterozygoot. Nou ja, eigenlijk elk kind is heterozygoot. Heeft dus één dominant en één recessief gen aanwezig van dit type. Dit kunnen we nog steeds uitbreiden, want dan gaan we dit weer even weghalen. En stel, we zeggen nu dat de moeder niet homozygoot is, maar dat de moeder heterozygoot is. Oh, even een ander kleurtje, dat ziet er leuker uit. Dat de moeder heterozygoot is. En dat betekent eigenlijk dat de moeder dus één dominant en één recessief gen heeft. Dus dat betekent dit. En dat betekent dat we nog steeds, omdat de vader homozygoot dominant is, dat we krijgen overal weer dit dominante gen. Maar tegelijkertijd krijgen we van de moeder hier een dominante, hier nog een dominante. En op dit rijtje krijgen we van de moeder een recessieve en een recessieve binnen. Dus dat betekent dat de kinderen 50% homozygoot dominant en 50% heterozygoot. Ja, met als nog steeds als fenotype dat die hoofdletter A erin zit. Dus als fenotype nog steeds dit aanwezig. Wat het ook mogen zijn, want dat hebben we nog steeds niet verteld. Ik heb ook geen idee eigenlijk. Goed, dan kunnen we nog steeds door blijven gaan. Oh wacht, die moeder die kunnen we wel even heterozygoot houden. En laten we de vader nu ook eens heterozygoot maken. Even een klein stukje uitwissen weer. Hup, dus stel we maken de vader nu eventjes heterozygoot.
En dat betekent dus dat hij één dominante, één recessieve heeft. Dus dan hebben we hem ook hier AA. Het is een beetje suf omdat het allemaal A's zijn. Dus hoofdletter, klein letter. En uiteindelijk komt eruit dat we dus hebben van de vader hebben een mogelijkheid tot een hoofdletter of een mogelijkheid tot een klein letter. Dus een mogelijkheid tot een dominante en een mogelijkheid tot een recessieve. Van de moeder hebben we dat ook. Daar hebben we een mogelijkheid tot een dominante of tot een recessieve. En als we dus een heterozygote vader en een heterozygote moeder hebben, dan krijgen we dus 25% van de kinderen is homozygoot dominant. 25% van de kinderen is homozygoot recessief. En 25 en 25% is heterozygoot. En ja, heterozygoot, dan kunnen we alleen maar zeggen, het fenotype is dus dat dominante gen. Dus we kunnen ook zeggen 75% van het totaal. Sorry, ik zei net 50% natuurlijk heterozygoot. En 75% dit hele stuk. Laat ik het beter even met een ander kleurtje doen. Dit hele stuk is allemaal, nou ja, 75% fenotype, het dominante gen, aanwezig. Goed, dit is eigenlijk de basis van het werken met kruisingsschema's. Met een vader en een moeder, als het niet een X-chromosomaal gen bevat. Ja, dat was hem. Ik ben Willem van voorbeter.nl. Ik hoop dat je hier iets mee kunt. In ieder geval tot een volgende videoles.